Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bocast. We zijn alweer begonnen. Dit is de tweede aflevering van 2020. En de eerste keer dat ik weer zo'n intro doe. Ik doe het niet heel vaak, maar als er veel dingen veranderd zijn en er is gewoon wat te melden, dan doe ik het wel graag even. En ik zal het zeker kort houden, want ik weet zeker dat veel mensen heel graag door willen naar het onderwerp van ayahuasca van vandaag. Maar je hebt het misschien gezien. We hebben een nieuwe website, vocast.live. Check hem uit. Hij is echt heel strak, heel nice gedesigned. Het is gemaakt door Lucas Prigge, developer en een goede vriend van mij, die mij hiermee wilde helpen. En hij is nu nog heel simpel. Je kan zien op welke platforms je Vocast allemaal kan kijken. En je kan, er is ook een heel mooi doneerknop waar je kan doneren. Die leidt nu alleen maar naar de standaardpagina van BackMe. Maar er zal binnenkort meer opties opkomen, zoals Patreon, PayPal, Buy Me a Coffee, zodat het heel makkelijk is om te steunen als je dat belangrijk vindt. Je hebt misschien ook gezien dat de beschrijvingen van de video's, van eigenlijk alle video's en van ook van de audio's, veranderd zijn. Ik heb ze gewoon veel korter gemaakt. Voorheen gebruikte ik altijd timestamps en dergelijke. Maar het werd zo weinig gebruikt dat ik dacht dat het gewoon mooier is en esthetischer als het gewoon simpel met een kleine beschrijving en een link naar de donatiepagina houden. Dus die twee dingen zijn veranderd. Ten derde zul je al gehoord hebben dat er een nieuwe intro is. Hij lijkt heel erg op het oude. Ik ben heel erg fan van die lo-fi hip-hop vibes. De reden dat ik het gedaan heb, heel simpel, is ik heb in het begin gewoon een nummer uitgekozen die ik vet vond, maar die heeft natuurlijk copyright, waar ik natuurlijk nou niet op gelet heb. En nu begon de copyright een beetje in te halen, dus nu heb ik een ander nummer gebruikt waar die wel vrij is van copyright. Dus ik hoop dat jullie die ook chill vinden. Daarnaast wil ik de donateurs die me tot nu toe geholpen heel erg bedanken, want die hebben gewoon heel veel dingen mogelijk gemaakt. En het is ook gewoon heel fijn om die waardering te zien dat mensen het waarderen wat je doet en daar aan bijdrage aan willen leveren. Dus wat ik ga doen is een mailinglijst opzetten, zodat eigenlijk alle donateurs, niet alleen maar die van 4 euro boven, kunnen meebeslissen aan welke mensen ik als eerstvolgende ga uitnodigen. Dus ik ga daar een soort van survey-enquête van maken en wat daar het meeste uitkomt. Die ga ik als eerste benaderen. Dus wil je daar onderdeel van zijn, dan ga zeker naar Vocast Live en schrijf je in. En heb je dat al gedaan, dan kun je binnenkort een mail van mij verwachten. Goed, het onderwerp van vandaag, ayahuasca, heb ik eigenlijk gekozen omdat heel duidelijk een discussie aan het ontstaan is. Ten eerste een maatschappelijk discussie, maar ook een wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijkheden van psychedelica en überhaupt gedachte bewustzijnsveranderende substanties. En dat daar blijkbaar meer mogelijk is dan we eerst dachten. Daar komt ook heel veel spiritualiteit bij kijken. Wat gecombineerd wordt met wetenschap. En wat ik interessant vond was om eens te kijken naar de ervaring van iemand die daar doorheen gegaan is. En er is iemand die ik ken ook, die heeft gevraagd om wel anoniem te blijven, want het is nog steeds niet een super normaal iets om over te praten, zeker niet voor toekomstige werkgevers. Dus deze persoon blijft anoniem. Maar ik heb ook va vaak discussies met deze persoon over deze onderwerpen. En het leek me interessant om gewoon een keertje haar aan het woord te laten en eens gewoon goed te kijken met haar wat dit nou precies gedaan heeft en hoe haar wereldbeeld totaal veranderd is door deze ervaring. En ook ten positieve, want heeft haar leven wel echt drastisch, positief, transformationeel geraakt. En het leuke is dat zij zelf ook heel voorzichtig is. Ze zegt niet zomaar dat iedereen zoiets moet gaan doen. Ze is daar wel voorzichtig in, maar ze is ook heel positief in wat er mogelijk is als je eigenlijk accepteert wat dit voor je kan betekenen. Ik weet niet of ik het zo goed zeg, maar ik hoop dat ik het zo goed zeg. Maar het is een heel interessant gesprek. Het is ook echt wel een mooi verhaal ook, wat zij meegemaakt heeft. Dus luister het vooral als je dat interessant vindt. Weet wel dat dit geen
endorsement is, of hoe moet ik zeggen, een advies is om je ook zomaar met middelen bezig te gaan houden als je zoiets wil gaan doen. Raadpleeg zeker je artsen. Zorg dat je met experts bent. Want het is niet zomaar iets wat je zou doen. Even een corrigering vooraf. Op een gegeven moment worden de cijfers genoemd van in de miljoenen. Er wordt wel duidelijk op het einde wat dat inhoudt. Die miljoenen kloppen niet. Het is verre weg van miljoenen. Het gaat om een aantal duizend. De hoeveelheid. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen, veel plezier met kijken en hopelijk leer je er wat van. We gaan vandaag over een heel interessant onderwerp hebben. Ayahuasca. Daar lopen de gemoederen van hoog op. Sommige mensen zijn super positief en kunnen er niet over uitpraten. Andere mensen zien het als gewoon dezelfde drugs als elke andere hard drugs die er speelt. We gaan het vandaag met jou hebben over jouw ervaringen, maar voor jou heeft het ook wel heel veel effect gehad op je leven. Mm-hmm. En het heeft ook veel meer gedaan dan alleen maar een leuke ervaring. Dus daar ben ik benieuwd naar, over ayahuasca, wat je meemaakt, wat het inhoudt en wat eigenlijk alles is wat erbij komt spelen. Dus daar kunnen we het even over hebben. Je hebt ook heel veel wetenschappelijk onderzoek meegepakt om je standpunten sterker te maken. Dat is alleen maar goed. Dus laten we daar zeker ook over hebben. Je zult vandaag misschien zien voor de kijkers. Die kijken, zul je zien dat zij geblurred is. Dat is voor de anonimiteit, omdat het niet een onderwerp is wat onder iedereen geliefd is. Of waar je ook altijd neutraal over kan praten. Helaas. Helaas, dus voor je eigen veiligheid hebben we je geblurred. Mm-hmm. We gaan je blurren. En wat je ook zult zien is dat ik deze microfoon vast heb. Dat is omdat hij echt net afgebroken is. Dus ik moet hem helaas vasthouden. Maar hopelijk heb je daar geen last van als luisteraar kijken. Vertel, wat heeft jou geleid tot ayahuasca? Zo, dat was meteen een vraag. Ik geloof dat mijn hele leven wel een opbouw is geweest tot dat punt, al geloof ik dat met alle punten daar niet van, maar ik heb altijd wel interesse gehad in andere werkelijkheden, of ik het zo moet zeggen. En zo. Mm-hmm. Ik vond dromen altijd heel interessant. En de plekken waar je op dat moment kwam in je onderbewuste, want je komt toch op bepaalde plekken die je niet voor de geest kan halen als je bij bewustzijn bent. Mm-hmm. En heel vroeg al begonnen met een drankje. En een sigaretje en zo. En zo rol je best wel in het circuit, omdat die link tussen psychedelica en reguliere drugs nog steeds zo sterk is, rol je ook heel snel in de psychedelica als je in de reguliere zaken zit. Mm-hmm. En helaas zijn alcohol en sigaretten heel regulier. Dus op die manier kwam ik eigenlijk in de psychedelica terecht. Niet eens eerst ayahuasca, truffels. Uh-huh. LSD. Uh-huh. En best wel wat andere psychedelica. Maar je had dus eigenlijk al vanaf je jeugd heel erg de neiging om andere soorten werkelijkheden te verkennen dan datgene wat je normaal gesproken ziet. Dus ja. Zelf dromen waren überhaupt al iets interessants. Ja. Was het voor jou gevoel dan dat je als je LSD en dat soort andere drugs deed, dat je aan dromen was? Of dat het leek op het dromen? Of ligt eraan wat je dan bedoelt met dromen. Ik vond dromen als kind al fascinerend, omdat ik heel vaak in angsten kwam, waarin ik in het dagelijks leven niet in kwam. Bijvoorbeeld, ik heb een auto-ongeluk gehad. Mm-hmm. Daar heb ik zo vaak over gedroomd en steeds kwam ik andere facetten tegen van dat auto-ongeluk. Bijvoorbeeld dan een angst dat mijn moeder doodging en dan weer de angst dat ik doodging. En daarin zit die interesse van dromen. Dus in die zin is inderdaad, zie ik LSD en andere psychedelica als een soort van droomstaat, in de zin dat ze ook die emoties heel erg uitlichten. Oké, dus dat is ook een manier voor jou om bepaalde emoties en gebeurtenissen te benaderen die je normaal gesproken niet kon benaderen. Ja. Oké. En was dat ook op een positieve manier? Kon je dus door dingen heen wat je normaal gesproken niet kon? Of, ja, ik merkte of waren die angsten juist verlammend? Dat kan natuurlijk ook, hè, als je als je nachtmerries hebt natuurlijk wel. Ja. De irrationele nachtmerries die zijn heel verlammend. Maar als je kijkt naar ervaringen die je hebt gehad en die je op zo'n manier kan verwerken door ze nog een keer te beleven in een droom, maar dan net
in een andere context, mm-hmm. dan is dat heel helend en niet angstaanjagend. Mm-hmm. En in die zin zie ik het als een positieve ervaring. Natuurlijk de nachtmerries met de grote boeman die je kon pakken, dat is nooit fijn. Nee. Okay. En hoe ben je dan met ayahuasca in aanraking gekomen? Gek genoeg, al vanaf mijn 20ste kwam ik mensen tegen die het hadden gebruikt en die daar heel positief door veranderd waren. Mm-hmm. En toch heb ik niet de behoefte gehad om het te gebruiken totdat ik 28 was. Ik denk dat ik heb gewacht tot ik daar echt klaar voor was. Okay. Maar ik heb meerdere mensen leren kennen die het hebben gebruikt en steeds kwamen er meer en meer en meer mensen. En tenslotte heb ik besloten om zelf ook naar een shaman te gaan. Oké. Okay. Ja. En wat vertelden de mensen dan die dat jou daarin aantrok? Dat zij een levensveranderende gebeurtenis hadden meegemaakt. Mm-hmm. Dat hun leven echt in een positieve zin heel veel veranderd is sindsdien. En dat ze een andere blik op de wereld hebben en vooral meer verbondenheid voelen. Dat was wat mij meest aantrok. Verbondenheid met de natuur en de mensen. Verbondenheid met natuur en de mensen. Ja. Kun je dat iets meer uitleggen? Ja, dat is heel abstract natuurlijk. Ik geloof dat mensen in de tegenwoordige tijd heel erg afgesloten zijn van hun omgeving, de natuur en ook hun omgeving heel dichtbij. Mm-hmm. En ik denk dat psychedelica heel erg kunnen helpen om dat contact weer echt te voelen. En dat hoorde ik ook dus van die mensen heel erg terug. En dat miste ik zelf ook. Ik stond zo ver af van alles. Ik voelde me zo geïsoleerd. Mm-hmm. En dat was op dat punt wat mij het meest trok. Oké. Okay. Ja. Okay, dus die mensen, de ervaring van andere mensen overtuigde je om dat te gaan doen. En wat heeft het jezelf gebracht? Poeh. Het is heel moeilijk om dat uit te leggen. Ik kan wel zeggen dat ik echt een ander mens ben geworden. Met een ander mens geworden, ja? Ja. Ik zat zo vast in onzekerheid. Ik kon liefde niet echt voelen. Ik zat alleen maar in mijn eigen wereld, waarin alles duister was in een slachtofferrol. Mm-hmm. Heel veel slachtoffergedachtes. En na die ayahuasca heb ik dat eigenlijk aan kunnen kijken. Tijdens die ayahuasca, laat ik het zo zeggen, heb ik echt in die schaduw gekeken en me beseft dat ik het zelf was. Ik duwde mezelf steeds in die rol. Hmm. En dat was heel bevrijdend, want als je verantwoordelijkheid kan nemen voor de slechte dingen die je doet, dus slecht is ook alweer zo'n omschrijving die ik eigenlijk niet moet doen, maar ja, ik denk dat daar Hoe moet je het dan noemen? Als je niet slecht moet noemen? Het is niet slecht. Dat betekent dat er een onderscheid is tussen slecht en goed. Het is, ja, hoe zou je het dan noemen? Want het is wel iets wat je niet wil, blijkbaar. Ja. Dus in die zin is het wel slecht. Maar je wilt niet zeggen dat het absoluut goed of slecht is. Nee, precies. Dat is het geen. Ik wil niet die waarde eraan hangen van dit gedrag is slecht en ik moet het afkeuren. Want daardoor ga je juist weer in die visieuze cirkel van goed en slecht zitten. En daar moet je juist uitstappen. Oké. Okay. Dus die ayahuasca met je deed was je eigen tegenover jezelf zetten. Ja. Waardoor je naar jezelf kon kijken op een andere manier. Ja. En daardoor kon je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelingen en je eigen gedachten of whatever. Je kon eigenlijk uit die patronen stappen. Ja. Is dat iets? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En waarom kan ayahuasca dat? Want waarom kan ayahuasca dat? Waarom gebeurt dat? Waarom heb je die ervaring? Wil je het vanuit mijn perspectief of vanuit wetenschappelijke perspectief? Allebei. Begin met je eigen perspectief. Ja, misschien is het wel goed om zo'n. Je gaat naar een shamaan, zeg je. Mm-hmm. Wat doe je dan? Dat is misschien ook wel goed om te weten. Het kan natuurlijk verschillen. Het is maar één ervaring die ik heb gehad. Maar je gaat daarheen. Je bent met een groep. Mm-hmm. Daar ga je mee in gesprek. Je vertelt waarom je er komt, wat je intenties zijn. Mm-hmm. En de shaman maakt aantekeningen, zodat ze een beetje een kader hebben van wat zij voor jou kunnen betekenen. Mm-hmm. Vervolgens ga je mediteren. Ik heb nog wat yoga gedaan. Andere mensen gingen zich juist afzonderen. En vervolgens ga je in een groep zitten.
En wij gingen zingen, dat is niet overal zo. Mm-hmm. Muziek is wel een hele grote factor bij alle, ja, alles kan ik natuurlijk niet weten, maar bij heel veel ayahuasca ceremonies. Vervolgens krijg je drankje. En dan, en wat is het drankje? Het drankje is, zeg maar, een shot glaasje. Heel klein. Ja, maar dat is gemaakt van de ayahuasca-plant, oh, ja. Dus. Je hebt dus, je hebt de liaan. Ja. En je hebt de DMT-houdende de plant. Daar wordt allebei thee van gemaakt. De liaan die zorgt ervoor dat de DMT niet afgebroken wordt. Dat is een mao-remmer. Mm-hmm. En die pak je als eerste. Als jullie meer in de microfoon praten. Oh, ik zit ernaast. Ja. De liaan is de mao-remmer. Ja. En mao breekt normaal gesproken stoffen af in je lichaam. Zet je daar een remmer op, dan worden de stoffen niet meer afgebroken. En dat zorgt ervoor dat DMT in je lichaam kan blijven. Ja. DMT is eigenlijk een stof die altijd in je lichaam zit. Die vooral naar voren komt als je gaat dromen of als je een bijna doodervaring hebt. Maar die app is ook meteen weg. Wil je dat die blijft, dan moet je ervoor zorgen dat je een stofje hebt waardoor het niet af wordt gebroken. En dat is het eerste drankje wat je krijgt. Mm-hmm. Vervolgens krijg je een drankje waardoor je meer DMT gaat aanmaken. Oké. Okay. En waarom wordt DMT vrijgemaakt als je droomt? Of is dat een raar vraag? We weten het niet. We weten het niet. Nee, er is geen wetenschappelijk bewijs. Er is sowieso heel weinig kennis over dromen en over sterven. Mm-hmm. En we weten het niet waarom DMT wordt vrijgemaakt. DMT is ook een communicatiemiddel in bijvoorbeeld planten. Tenminste, ik heb hier geen onderzoek over gelezen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat is wat ik onderling in de psychedelica community hoor. Hier ga ik niet verder credits overnemen. Je gaat niet staan voor de waarheid ervan, maar het wordt verteld. Voor de rest wat ik zeg over DMT, daar heb ik wel wetenschappelijk bewijs voor. Over het plantgedeelte niet, maar je maakt wel daadwerkelijk DMT aan met dromen en met sterven. Okay. Ja. En dan, daar wordt dan dus een shotglaasje van gemaakt, van dus de liaan en dan DMT erbij, of? Nee, je krijgt eerst de liaan, het shotglaasje. Ja. Die drink je, dan moet je een half uurtje wachten en dan krijg je het DMT shotglaasje. Oké, okay, en wat gebeurt er dan met je? Want hoe ik het begrijp is dat het niet heel prettig is. Nee, het is... je gaat niet om plezier te hebben. Je gaat echt om dingen aan te pakken daar. Er is niemand die daar zit die het echt voor de lol doet. Dus je weet dat je dingen gaat zien die niet leuk zijn. En dat is heel spannend. Mm-hmm. Ik was echt doodsbang voor wat ik te zien kreeg. Ik was eigenlijk... stond ik helemaal niet in het reinen met mezelf. En ik kwam daar om het wel te worden. Maar ik was zo bang voor de dingen die ik ging tegenkomen. En dat leidde tot heel veel sarcasme. Ik heb echt heel veel grapjes gemaakt in mijn hoofd en zo. En totdat ik ineens een stem in mijn hoofd kreeg van nu is het klaar. En toen kwam een hele rits aan hele confronterende dingen die ik heb gedaan. Waar ik niet... dingen waardoor ik mezelf ging afkeuren, die kreeg ik echt in een soort van filmfragmentjes achter elkaar te zien. Zonder dat duidelijk was wat ik daarmee moest. Dus het was echt een lijdensweg van, ik denk 2 uur. Ja? Ja. En na die 2 uur kwam pas een beetje een rode draad in het verhaal van wat ik daarmee moest. En daar heb ik wel echt van moeten knokken. Het voelde echt alsof ik jaren aan hele heftige therapie was aan het proppen in een paar minuten. Ja. Ja. Maar dus al die traumatische herinneringen komen naar boven. Maar hoe kan dat positief zijn? Hoe kan het positief zijn om gebombardeerd te worden met al die dingen waar je eigenlijk niet mee... Ja, die heel zwaar zijn dus om mee om te gaan. Waar mensen dus in een therapie jaren over doen om mee te kunnen dealen. Ja. Ja, je moet er klaar voor zijn. Het is niet voor iedereen. En dat is het onderscheid dat we moeten maken. Ik denk dat je zelf wel weet of je klaar bent om dat te kunnen facen of niet. En ik geloof ook echt dat als jij jonger bent dan 25 jaar en nog niet ontwikkeld bent, je identiteit staat nog niet vast, dan moet je dat echt niet gaan doen, want je wordt helemaal losgeschud. Maar kan de reguliere therapie jou niet genoeg prikkelen, dan is dit een hele goede stap om te maken in de zin dat
je zo geconfronteerd wordt met dingen waar je anders niet bij komt. Want onze hersenen, sorry. Maar je dacht, dingen waar je normaal gesproken niet bij komt. Ja, wij zijn gewend om een soort doolhofje in ons hoofd te maken en ons te beschermen van dingen waar we echt niet bij willen. En soms kan je proberen wat je wil, je komt ergens gewoon niet bij. En dat zie je heel vaak bij mensen die al jaren seksueel trauma onderdrukken of... iemand heel erg pijn hebben gedaan en dan niet aan willen komen, die kunnen dat ook werkelijk niet. En dan is het heel fijn om gewoon eens op een neutrale manier losgeschud te worden en echt te kunnen kijken naar die beelden zonder het oordeel, zonder dat je daar echt zelf voor hoeft te duwen. Ik denk wel dat dat goed kan zijn, hè? Ja. Dus het zou goed zijn voor mensen die al redelijk ontwikkeld zijn, klaar zijn om geconfronteerd te worden en die we met normale therapieën er niet uitkomen of er niet bij komen. Ja. 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 Want er worden op dit moment ook nu onderzoeken gedaan naar het therapeutische inzetten van psychedelica bij depressies, toch? Ja, 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 ja. Ja, ik ken er het fijn niet van, maar volgens mij is het redelijk veelbelovend. Ja, 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 er zijn echt hele grote resultaten. Ik pak ze er even bij, want mijn hersenen die zijn niet zo heel super. Maar ik heb ze wel opgeschreven. Bijvoorbeeld de Johns Hopkins Universiteit heeft heel veel onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld verslavingen. En dat blijkt dat, ik wil wel precieze getallen weten. Oh, goed. 80% van de onderzochten was na 3 dosissen psilocybine, dus we hebben het niet over ayahuasca. En wat is psilocybine? Psilocybine zit in psychedelische paddenstoelen. Psychedelische paddenstoelen? Ja, het lijkt heel veel op ayahuasca. Het is zijn dat gewoon truffels? Of? Ja, je hebt truffels, je hebt paddels. Bijna alle psychedelische paddenstoelen zit psilocybine. Okay. Je hebt een paar onderscheiden, zoals de oesters, of de oesterswam. Nee, geen oesterswam, de vliegjeswam. De shiitake. de space shiitake, nee. Ja, en zelfs na 6 maanden... waren deze 80% van de onderzochten gestopt. Dat is een heel groot verschil met andere technieken die toegepast worden op stoppen met roken, die een veel lager slagingspercentage hebben. En waarom is, denk je, dit dan... Je hebt er net heel veel opgeschreven, nog meer. Dus we kunnen het er best langs gaan, met alle plezier. Mm-hmm. Maar waarom werkt het zo goed om verslavingen tegen te gaan dan? Er zijn ook onderzoeken naar gedaan en wetenschappers komen niet heel ver, omdat het echt in het duister tasten is, nog met psychedelica, net zoals met dromen, bijna doodervaringen, alles waar je in een andere realiteit mee komt. Mm-hmm. Maar tot nu toe is BJ Catlow, als je het zo uitspreekt, erachter gekomen dat psychedelica neurogenese bevorderen. En neurogenese betekent dat nieuwe neuronen. Als ik het even goed nieuwe neuronen sneller en beter aangemaakt kunnen worden. En ze een ander pad kunnen vinden in je hersenen. Oké, want het ding met neuronen in je hersenen zijn, is dat je gedrag nieuwe neuronen aanmaakt. Of nieuwe neuronen en nieuwe paden tussen neuronen aanmaakt. En hoe sterker dat gedrag is, hoe sterker die neuronen, dus hoe moeilijker het is om dat gedrag te veranderen. Ja, om een nieuw pad aan te leggen. Ja, om een nieuw pad, of om een pad weg te... Daarom is het zo moeilijk om met een gewoonte of met een verslaving te stoppen, omdat die verbindingen tussen bepaalde neuronen dus zo sterk zijn. Ja, precies. Maar wat dit dus doet, is het makkelijker maken om die paden te maken. Ja. En is dat iets wat het doet terwijl je in zo'n trip zit, of is dat zeg maar ook daarna? Hierbij kan ik alleen over ervaring spreken, dat heb ik verder niet onderzocht. Maar in mijn ervaring is vooral de integratie van de trip het meest essentieel. Tijdens de trip gebeurt denk ik 40% en de andere 60% is echt... ik ben nog steeds het integreren van 2 jaar geleden. Oh, nog steeds, ja, elke dag. Nog steeds. En hoe ziet dat eruit dan? Bijvoorbeeld, ja... Je weet dat mijn moeder, dat het nu heel slecht met haar gaat. En vroeger denk ik dat ik nu niet aanspreekbaar zou zijn. Ik denk dat ik compleet de realiteit kwijt zou zijn door het verdriet. En ik merk nu dat ik echt bij de pijn kon blijven en nog steeds een functionerend mens kon zijn. Ja. En dat is helemaal nieuw voor mij. Zo ken ik mezelf niet. Ik was, zoals je weet, best wel irrationeel. en... Nee, ik voelde pijn heel erg, maar
ik voel ook dat ik het wel aan kan. Ja. En dat ben ik nu weer aan het integreren. En daar komt meer zelfvertrouwen door. En zo kom ik steeds nieuwe dingetjes tegen die ik mijn eigen kan maken. Waardoor ik een beter mens word. Ja. Hoe weet je dat wat je nu kan, dit natuurlijk wat uitermate geweldig is voor jou. Geweldig, heel goed is van jou. Hoe weet je dat dit te maken heeft met die trip van 2 jaar geleden? Maar waar voel je die link? Je ziet zoveel fragmenten. En vooral tijdens een ayahuasca trip, want die duurt natuurlijk ongelooflijk lang. Je bent al 7 uur bezig. En zodra er iets komt voor mij wat nieuw is, of wat heel pijnlijk is, kan ik heel vaak terug naar een moment in die ayahuasca trip dat ik heb ervaren waarom ik omging met zoiets als dat ik ging. Ik heb bijvoorbeeld best wel wat huisdieren verloren. En daar was ik altijd helemaal kapot van. En dat heb ik daar ook gezien. En toen werd mij de vraag gesteld van waarom laat jij je zoveel afpakken? En toen ik mijn moeder aan de telefoon had... Wie stelde jou die vraag? Het is je hebt heel veel gesprekken met jezelf. Oké, okay, jij hoorde een vraag. Ja. Waarom laat jij je zoveel afpakken? Okay. En dan bedoelde ik, het is heel moeilijk te zeggen wie dat dan praat natuurlijk, maar er werd bedoeld echt, waarom laat ik een deel van mezelf wegpakken? Want ik kan dan niet meer functioneren. En toen ervaarde ik dat dat ook niet hoefde. Dat ik kreeg een beeld te zien van ik die gewoon een katje was aan begraven. En gewoon echt daar zat en wel verdrietig was, maar het was oké. En toen dacht ik, ja, zo kan het ook. Waarom moet ik altijd echt helemaal kapot gaan als zoiets verdrietigs gebeurt? En toen mijn moeder belde, kreeg ik dat beeld in mijn hoofd van het hoeft niet. Ik kan er ook gewoon zijn zonder... Het is oké om niet helemaal kapot te gaan als je dierbare iets gebeurt. Ik denk dat de les was. Ja. Heftig, lijp. Maar je kreeg dus letterlijk een ander beeld te zien van een andere manier van met een verlies omgaan in beeld kreeg je te zien. Waardoor je kreeg letterlijk een voorbeeld. Ja, ik kreeg letterlijk het antwoord aangereikt. Zo kan het ook, ja. Ja. En... Oké, dus in ieder geval zijn er heel veel mensen die daar positieve ervaringen uithalen. Er is wetenschappelijk onderzoek die daar lijkt naar te verwijzen van dit is iets wat we kunnen gebruiken. Heel veel wetenschappers zijn benieuwd naar meer onderzoek. Dus het belooft in ieder geval meer onderzoek te doen. Mm-hmm. Volgens mij wordt het ook al wel eens op sommige plekken gebruikt echt om depressies te verhelpen. Ja. En ik vind wat ik het interessante vind is dat het dat wellicht een manier kan zijn om buiten je normale patroon geconfronteerd te worden met gedachtes, ervaringen, herinneringen, trauma's. Ja. Waardoor je daar eigenlijk los van kan komen als persoon. Ja. Dat is natuurlijk een van de grote problemen van trauma's en depressies. Ja. Dat je niet los kan komen ervan. Het is je identiteit gewoon. Het is je identiteit. Ja. Het is iets wat je voortdrijft. En therapie is een van de manieren om daarmee om te gaan. Of cognitieve therapie. Maar iedereen komt daarbij. Antidepressiva zijn vaak... Daar ben je natuurlijk geen fan van. Als ik het zo wil horen. Alhoewel er veel mensen zijn die er wel veel profijt van hebben. Dat geloof ik, maar het is symptoombestrijding. Je pakt het probleem niet bij de kern aan. Je zorgt ervoor dat de negatieve uitvloeiselen van het probleem verdwijnen. Maar het probleem is niet weg. De reden waarom jij je zo voelt is niet weg. Je kan niet het pilletje pakken waar je blij van wordt. En dat daardoor opgelost dat jij al je hele leven kei onzeker bent, bijvoorbeeld. Die onzekerheid gaat niet weg. Dat je niet blij bent om die onzekerheid. Dat gaat weg. Ja. Als ik even zo plat een voorbeeld Maar wat is dan het probleem als je dan toch gelukkig bent? Omdat jij bent het niet echt. Het zijn de chemicaliën in je lichaam die wat... zorgen dat het probleem geen probleem meer is. Maar zou jij die chemicaliën niet pakken, dan zou het probleem nog steeds een probleem zijn. Pak je toch ook chemicaliën, DMT? Klopt, maar dat is maar een eenmalig.
een eenmalig shootje, wat mm-hmm. bij mij 2 jaar resultaat kan leveren, een antidepressief, dan moet je elke dag weer pakken. Het lost niet echt iets op. Je moet het blijven slikken. Ja, ik denk wel dat inderdaad een probleem is met verslaving aan antidepressiva. Mm-hmm. Ik weet niet genoeg ervan om te oordelen of het echt alleen maar symptoombestrijding is. Ik ken in ieder geval wel genoeg voorbeelden van mensen die er niet gelukkig op van worden. Ja. Die eigenlijk alleen maar het probleem onderdrukken. Maar ik ken ook mensen die juist doordat ze aan antidepressiva zitten een veel beter leven leiden. Mensen die zelfs hun leven gered hebben. Ik geloof ook echt wel, kijk, wat de meeste antidepressiva doen is, het zijn serotonine reuptake inhibitors. Ja. Wat betekent, excuses voor mijn Engels accent, wat betekent dat ze de serotonine in je hersenen vasthouden. Serotonine is het stofje wat jouw emoties reguleert. Mm-hmm. En wat je vooral blij maakt. En dat wordt vastgehouden in je hersenen. Dat is fijn dat dat kan. Want voor mensen, voor een acute behandeling is dat natuurlijk belangrijk. Als iemand echt op het punt staat zichzelf iets aan te doen. Maar los jij het probleem op waar die depressie vandaan komt? Nee. Je pakt niet aan dat die persoon bijvoorbeeld een hele traumatische jeugd heeft gehad. Dat pak je niet aan. Je pakt alleen maar aan dat die persoon niet blij is. En dan kan je leven beter van worden. Want je kan je hele leven verder. Met heel veel serotonine. In je hoofd. Maar antidepressiva worden op het algemeen niet in isolatie gegeven, toch? Hoe bedoel je? In isolatie? Als je antidepressiva krijgt, volg je ook therapie daarnaast als het goed is, toch? Dat hoeft niet. Er wordt heel veel antidepressiva uitgeschreven zonder therapie, helaas. Oké. Okay. Ja. En wat mijn probleem is met de therapie, hoe wij dat toepassen, is... wij hebben een grote narratieve behoefte als mens zijnde. Wij willen onszelf een verhaal vertellen. Mm-hmm. Aan dat verhaal ontlenen wij identiteit. Mm-hmm. Wat therapie doet zoals wij dat kennen, is tenminste hoe ik het om mij heen zie, is het voedt die narrativiteit. Het voedt dat jij een verhaal creëert. En het maakt dat verhaal dan wel anders, maar je moet vast blijven houden aan dat verhaal om met therapie te kunnen werken. En ik denk juist dat in die narrativiteit dat daar een probleem zit. Wat is dat probleem dan? Nou, zodra we ons een verhaal gaan vertellen over wat wij zijn, mm-hmm. dan laten we heel veel dingen buiten beschouwing. Want je kan niet alles in één verhaal stoppen. Je pikt enkel deeltjes daaruit. Mm-hmm. Maar die deeltjes die zijn wij natuurlijk ook, want we hebben zoveel meegemaakt al. Mm-hmm. Zelfs kinderen van 5 jaar, die hebben veel meer meegemaakt dan je in een narratief zou kunnen vertellen. Ja. En ik denk dat als wij dat narratief loslaten, en dat kan aan de hand van psychedelica, dat wij een therapieproces kunnen ontwikkelen wat veel vruchtbaarder is dan wat wij nu therapie. Doen. Ja, maar ik begrijp dan niet hoe je door ayahuasca uit dat narratief komt. Want zoals je het beschrijft, is het inderdaad loskomen van het gemaakte narratief dat je hebt, zodat je een nieuw narratief kan maken. Zo klopt. Klinkt het voor mij namelijk. Klopt. In die zin maak je ook wel een ander narratief, maar je ziet ook in dat jij niet per se alleen maar dat narratief bent, want jij kan iets compleet anders integreren in dat narratief wat jij niet meer herinnerd. Bijvoorbeeld, ik had nooit kunnen verzinnen dat ik dat meisje kon zijn die kat zou begraven. Ik heb dat nooit meegemaakt. Mm-hmm. En toch heb ik dat kunnen integreren in mijn narratief. Ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ik vind het zelf ook heel moeilijk om uit te leggen. Nou ja, als je ervan uitgaat dat er veel meer lagen van bewustzijn zijn dan je kan waarnemen, mm-hmm. dan is het ook niet ondenkbaar om aan te nemen dat er bepaalde lagen zijn waar je gewoon niet bij kan, omdat het zo ver, zo diep ergens ingestopt is, of altijd zoveel sloten zit, om het even metaforisch uit te drukken. Ja. En als inderdaad psychedelica of ayahuasca in dit geval op zo'n manier werkt dat het die narratief losmaakt, of de idee wat je had kapot maakt eigenlijk, dan open je een soort van Pandora's doos waar van alles uitkomt waar je mee geconfronteerd wordt. En dan komen
dan is het ook niet ondenkbaar dat de meest intense momenten als sterkst naar boven komen. Ja, klopt. Dus daar kan ik zeker in meegaan. Ja. Laten we ook even iets meer over de spirituele kant van ayahuasca houden. Want het is niet alleen maar een plant die je neemt om jezelf te verbeteren. Er komt ook heel veel meer bij kijken. En het heeft ook je kijk op de wereld heel erg veranderd. Mag ik nog één dingetje zeggen over dat narratief? Ik kwam net met iets. Wat psychedelica ook doen, is ze laten je echt een eenheidsgevoel met alles om je heen. Empathie. Aldous Huxley. Mm-hmm. Die heeft bijvoorbeeld gezegd. dat bijna alle doodervaringen en trips worden teruggeleid op het idee dat liefde de spil is. Dat is ook een hele mooie link trouwens naar de spirituele kant van de kosmos. En van wat ik tot nu toe heb gelezen is dat ook zo. Alles wordt echt herleid naar liefde. Dus het gaat van het narratief van jou zelf naar een narratief van alles. Van alles, ja. Ja. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je beseft dat jij niet alleen maar los van jezelf, identiteit bent, maar onderdeel bent van een groter geheel. Ja, okay. En waarom, los van of dat waar is of niet, waarom is ayahuasca dan een soort van doorgang daar naartoe? Zeg ik het zo goed? Ja, het, zoals ik zei, het maakt DMT los. Ja. Wat DMT precies is en doet, dat weten we echt nog niet. We weten wel dat als je droomt en als je sterft, er heel veel DMT vrijkomt. Nou ja, je kan er alleen maar over speculeren. Ik geloof wel dat wat er in ons zit, dat zijn we al. Alleen doordat wij zo uit elkaar geplukt worden door psychedelica, komen wij echt bij wat we zijn. Mm-hmm. En dan is het niet zozeer een poort, maar het is meer een... ja, hoe zou je het zeggen? Een soort scalpel waarmee je jezelf uit elkaar snijdt en kan analyseren. Oké, een is ligubere versie van wat... ik kon niks anders verzinnen. Ja. Maar goed, het is de beeldspraak die opkomt, dus dan moet je hem, dan moet je hem uiten. Ja. Okay. Ja. Een scalpel waarmee je jezelf opensnijdt en... Ja, het is meer een gereedschap voor wat er al is. En... dan is scalpel wel heel goed, want in de meer spirituele benaderingen wordt ayahuasca echt als de moeder gezien. En daar kan ik me heel goed in vinden, want de lessen die ayahuasca geeft, voelen ook echt aan als een moeder die heel liefdevol begeleidt. Ja, laat even hier, want je zegt heel duidelijk de lessen die ayahuasca je geeft. Ja. Wat betekent dat? Ja, oké, dat is een goeie. Zoals ik al... Ik ga maar steeds terug naar dat meisje met die kat. Mm-hmm. Ik heb dat zelf nooit meegemaakt. Ik heb zelf nooit het antwoord kunnen vinden op hoe ik met dat verdriet moest omgaan. En op dat punt kreeg ik echt het plaatje of het filmpje te zien van het meisje dat die kat begraaft. En wat helemaal in contact dat doet. En... Het is een les die ik heb gekregen, voor mijn gevoel. Die... Maar het komt niet uit jou, het komt van buiten jou. Het, allebei, dan gaan we lekker cryptisch praten. Ja. Ik geloof dat het een beetje, net zoals een beetje Jungiaans. Jungiaans, ja. Een kennis is die ergens zit opgeslagen in ieder mens, mm-hmm. maar die niet... van mijn narratief was, laat ik het zo zeggen. Misschien voor de mensen die Jung niet kennen, kun jij het uitleggen? Ik kan het een beetje uitleggen. Ja, heel plat. Het gaat om een ideeën. Een ideeënwereld waarin ideeën al vaststaan en waarin archetypes plaatsvinden en waarin kennis op is geslagen. Dat is denk ik nog iets te platoons. Volgens mij ging het bij Jung ook erom dat we als maatschappij of als society zijnde bepaalde archetypes hebben inderdaad. Mm-hmm. Waar we, ook als we dat niet zelf meemaken, daar toch deel meer aan deel nemen. Ja. En volgens mij was het belangrijke ook dat daarin dat de dromen en of je dromen in het algemeen een manier zijn om
met die archetypes in aanraking mee gekomen. Ja. Het heeft heel veel vergelijkingen met de therapieën die psychedelische therapeuten toepassen. Die passen veel al de Jungiaanse, het Jungiaanse gedachtegoed toe. Ook met schaduwwerk en zo. Mm-hmm. Dat je in het duisteren moet treden om aan jezelf te kunnen het werken. Het schaduw en dat zo. Je werpt. Ja, precies. Het schaduw van de vader is het volgens mij. Dan ga je met de Freudiaanse kant op, volgens mij. Ik durf hier ook niet heel veel over te zeggen voordat er echt Freud en Jungkenners zijn. Ja. Ik vind die link voor mezelf vooral fijn om te leggen. Ik heb van Jung gewoon het beeld gekregen dat er een wereld is met waar kennis in vast zit, die waar is en waar we inderdaad archetypen hebben. En die zitten wij in iedereen. Ja. En goed, waar hadden we het over? De ayahuasca heeft jou die kennis gegeven. Ja, precies. Die kennis die zit voor mij. Nu gaan we echt mijn spiritualiteit in. Dat is geen wetenschappelijke kennis. Maar disclaimer. Precies. Dat moet ik wel even doen. Ja, ik vind het heel belangrijk om te doen, omdat het natuurlijk een soort van pseudowetenschap is. En heel veel mensen nemen het. Heel veel mensen doen uitspraken over psychedelica, die ze dan als waar claimen, wat ervoor zorgt dat er neergekeken wordt op mensen die echt bezig zijn met het ontwikkelen van deze manier van therapie. Mm-hmm. En daarom vind ik het heel belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen wat wetenschappelijk is en wat nog niet. Dus nu gaan we naar het niet. Ja, ik geloof dat ik die kennis heb gekregen van iets dat groter van mij is en toch deel van mij. Groter dan jou is, en deel van, maar toch deel van jou. Okay. Ja. En dat is dat Jungiaanse ideeënwereld? Nee. Dat was een voorbeeld van hoe die wereld eruit kan zien. Ik geloof meer in een... het cliché van God zit in ons. God zit in ons, Ja, en in de natuur en in alles. En daar zit dan ook die kennis in. Een soort van die kennis is universeel. Ja. Maar dat is super interessant, want er was een tijd waarin jij überhaupt zelfs neerkeek op mensen die überhaupt in God geloofden. Ja. Dus je bent van een super atheïst naar iemand gegaan die gelooft in het bestaan van een God. En dat heeft te maken met die ayahuasca. Ja. Wat heeft die ayahuasca gedaan waardoor je dat bent gaan geloven? Dat was een van mijn moeilijkste punten in die ayahuasca. Ik zat echt heel erg vast in... Want, sorry dat ik je onderbreek, maar je bent niet de enige persoon die dat zegt namelijk. Ik heb ook inderdaad meerdere voorbeelden van mensen meegemaakt. Jonge mensen, mensen van onze leeftijd. Van een generatie die eigenlijk totaal opgegroeid is met geen idee hebben van... Of totaal niet openstaan voor het idee van een god... Een groot deel van onze generatie is atheïstisch, hoogstens wellicht agnostisch. Hogere waarheden bestaan niet. Heel erg relatief denkend. Ja. Misschien een soort van new age spiritualiteit in de zin dat er een universum bestaat, maar het idee van een god, of het woord god, heeft zelfs een soort van allergische reactie levert het op bij. En dan toch zijn er heel veel mensen op dit moment, of heel veel mensen, er zijn een beduidend aantal jonge mensen die door middel van zulke ervaringen in God gaan geloven. En dat vind ik super raar, maar tegelijkertijd ook interessant. Ja. Ik onderbreek. Geen probleem. Ik ga nu even een referentie maken naar het boek waar ik heel veel kennis uit heb gehaald. Ik heb hier zowel de Nederlandse versie als de Engelse versie liggen. En het is van Jules Evans. En het heet The Art of Losing Control. Hij heeft een hele uitgebreide... The Art of Losing Control. Ja. Okay. Hij heeft een hele uitgebreide sectie over psychedelica. En hij beschrijft hierin ook onderzoeken die ik niet heb opgeschreven, want ik kon niet alles opschrijven. Maar in ieder geval, als ik het me goed herinner, zo'n 40% van een groep studenten die was onderzocht, beschrijft contact te hebben met een transcendente wezen. Wereld of wezen. Ja. Dat is echt een heel groot percentage. Voor hoeveel nog keer? Rond 40%. Sorry als ik het fout heb hoor. Maar, in ieder geval een groot hoeveelheid mensen die ook psychedelen gedaan hebben op de ayahuasca. Ja, dat ging volgens mij om psilocybine. Ja. Nog steeds. Maar goed, het is ook psychedelica.
Bij ayahuasca, spreek ik uit ervaring, ligt dat percentage nog hoger. Het is echt een entheogeen. Een middel om in contact te komen met God. Ja. En ik heb het ook zo ervaren. Ik was echt... Dus, ik gaf af op alles wat met religie te maken had, omdat ik alleen maar bleef denken in de instituten. Dus voor mij was religie het christendom, de islam, de regels. Was het vooral, ik identificeerde dat heel erg aan elkaar. En dat vond ik natuurlijk onzin, want ja, wat heeft dat te betekenen voor een blank meisje in de westerse wereld? Mm-hmm. Al die regels en zo. Maar wat je vergeet, is dat het eigenlijk helemaal niet om die regels gaat. Het gaat om iets wat heel diep in je intuïtie zit, vind ik. Mm-hmm. Ik denk dat de intuïtie goddelijk is. En de algemeen menselijke intuïtie is goddelijk. Okay. Ja, ja, niet alleen menselijk. Ik geloof ook dat de dierlijke intuïtie en de plantintuïtie goddelijk is. Ik denk dat het onderscheid maken tussen mensen en dieren bijvoorbeeld echt extreem... verkeerd. Bekrompen is. Okay. Ja, bekrompen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ja, ik geloof dat zodra die intuïtie wakker gemaakt wordt, dat je dan echt gaat merken hoe God functioneert in je leven. Oké, okay. En vertel me over het moment dat je realiseerde dat je... ja, heel veel haken. Een entheogeen is een middel om in, contact te komen met God. Met God. Ja. Er is niet veel. Er zijn meerdere culturen inderdaad die middelen gebruiken om in contact te komen met God. Ja. Wat was nou? Er was ook een religie in Irak zelfs. Hoe heet het nou? Die harsrookte. Volgens mij waren het Zoroastrians. Blackout in ieder geval. Maar in ieder geval, er zijn meerdere middelen gebruikt om in contact te komen met mijn hoge wezen in ieder geval. Klopt. Dus dat is een entheogeen. Ja. Okay. Ja, als je de stoned ape theory en zo gelooft, hebben mensen zich ontwikkeld aan de hand van de middelen die ze tot zich namen. Ja. Je hebt bijvoorbeeld de soma plant in India, waar het hele hindoeïsme op is gebaseerd in principe. Op psychedelica, ik heb het alleen maar gelezen, dus ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar de Eleusis, dat was een oud-Griekse... hele grote samenleving. Mm-hmm. Die gebruikte een vorm van het moederkoren, wat nu LSD wordt genoemd, mm-hmm. om in contact te komen met hun goden. En je hebt door de geschiedenis heen zie je zo hoeveel van dit gebruik, en het stopte ineens met de opkomst van het christendom. Toen was God exclusief toebehorend aan de leidinggevende van het christendom. Mm-hmm. En sindsdien zijn we andere middelen gaan gebruiken, zoals alcohol en stimulanten, waardoor we harder kunnen werken, want werken is nu ons grootste goed. Begon dat bij het christendom of begon dat meer rond de protestantse... Nee, het christendom al. Alle psychedelica werden... als heidens. Ja, het harde werken werd pas echt een hel met het protestantisme natuurlijk. Maar werken was altijd al goed volgens het christendom. Je moest gewoon doen waar jij voor gemaakt was. Mm. Dus als jij gemaakt was voor werken, dan was dat prima. Ja. Maar ga in ieder geval geen gekke plant eten. Ja. Maar goed, dus voor het christendom waren psychedelische planten en dergelijke niet... geen probleem. Het werd veel meer gebruikt. Ze waren vaak heilig. Ze waren vaak heilig. Ja. Ook in het oude Grieken. Ook bij de Romeinen. Dus zelfs de rationeel. Wat mensen zien als waar de ratio vandaan komt. Zelfs daar. Dus we hadden mensen als Marcus Aurelius en Plato en Socrates. Die spliffie rookten. Ik weet niet of hun daar ook per se mee in aanraking zijn gekomen. Bijvoorbeeld de Egyptische... de Egyptenaren waren grote fans. De blauwe lelie. Ja. Vonden ze echt... Wat is blauwe lelie? Ik kom even niet meer op de goede naam hoor. Ik herinner het me als de blauwe lelie. Maar dat deden ze ook. Je ziet heel vaak dat ze aan zo'n blauw lelietje ruiken. Mm-hmm. Wat ze er precies mee hebben gedaan, weten we nu niet. Als je tegenwoordig gebruikt, druppel je het in rode wijn. En dan is het ook heel erg bewustzijnsverhogend.
En dat gebruikten de oude Egyptenaren periode. Wat bedoel je bewustzijnsverhogend? Je zintuigen worden scherper. Okay. Dus je voelt meer, je ziet meer. Ja. En dat is gewoon iets wat nog steeds gebruikt wordt. Ja. Okay. Ja. Okay. Maar je vroeg me trouwens naar het moment. Vertel me daarover. Ja, ik denk wel dat dat het interessantste deel van mijn trip was. Want ik zat helemaal vast in vooral het schuldgevoel. En ik ging steeds verder terug in mijn jeugd. En ik kwam steeds momenten tegen waarop ik een heel vies naar gevoel had voor mezelf. En dat ging zelfs terug tot de baarmoeder. Maar ja, dus die ervaring dat je in een baarmoeder zat. Ja. Oké. Okay. Ja, heel cliché. Maar ja, ik had hem. En het was echt niet fijn. Ik heb heel veel dagen zonder vruchtwater gezeten. Dus ik was echt helemaal uit en drogen. En weinig zuurstof en dergelijke. Dit is de echte... Het echte verhaal, ja. En dat ervaarde ik dus ook zo. En het ging gepaard met een heel vies gevoel over mezelf. Ik wou niet geboren worden. Toch wou ik er tegelijkertijd ook heel snel uit. Want ik voelde me zo oncomfortabel. En het was zo extreem onprettig. En een gevoelsmatig breekpunt kwam. En wat zei, ga maar bidden. En ineens, ik zakte echt op de grond. Sorry, wacht. Wat zei, ga maar bidden? Is echt heel moeilijk te zeggen. Het was, zoals ik eerder zei, wordt er heel vaak over ayahuasca gedacht als de moeder. Mm-hmm. En het was voor mij ook een hele moederlijke... leidinggevende of zo, die ik op dat moment ervaarde, die me die dingen liet zien, echt alsof iets je hand vastpakt en met jou langs al die plaatjes afgaat, die wat jij gaat zien. En zo was dat toen ook een hele liefdevolle stem in mijn hoofd, zei, ga maar liggen, ga bidden. En dat heb ik toen gedaan en alles werd ineens oranje. Heel gek om te zeggen, maar voor mij ligt sindsdien de kleur oranje hangt heel erg samen met een gevoel van liefde. Dat gevoel van liefde wat Aldous Huxley bijvoorbeeld beschreef. Ja. Dat je echt in elke cel van je lichaam en van alles wat je aanraakt, alles wat je ziet, voel je een bepaalde liefde. En dat was voor mij het moment dat ik God zag. Ja. En je ging bidden, stap voor stap. Je ging bidden. Ja. Wat deed je? Ik ging op de grond liggen, gewoon. En ik was dingetjes aan het mompelen, heel veel sorry. En was je ergens naartoe aan het bidden? Of voor je gevoel naar iemand, naar iets? Of? Nee, het was echt... Ja, op dat punt, ik voelde me zo slecht dat ik eigenlijk gewoon dood wou. Klinkt niet heel gezellig. Maar ja. In eerste instantie was ik gewoon in het bidden om maar gewoon dood te gaan. Want ik voelde me zo slecht. Ik was zo misselijk. En ik had echt een hekel aan mezelf. Zo erg. En op het punt dat ik ging bidden, gaf ik het weg. Aan die liefde. En dat was het punt dat het voor mij gevoel echt uit mijn lichaam zijpelde. En het kwam als een cadeautje op een plek terecht bij iets wat het goedkeurde. En dit is echt een heel gevoelsmatig idee, want ik probeer in plaatjes te praten. En daar werd naar gekeken door God, of hoe je het ook wil noemen. En die zei, het is oké. En toen was het weg. En het is nooit meer teruggekomen. Ja. Terwijl ik, je weet hoeveel therapie ik heb gehad en hoeveel ik heb lopen strijden. En het ging nooit weg. En het is nu echt al 2 jaar gewoon weg sindsdien. Ja. En ik heb nog momenten gehad waarop het terugkwam. Ik ben ook helemaal gestopt met andere middelen sindsdien. En dat is op 1 uitzondering na, waarin ik nog eens een uitstapje heb gemaakt naar een verdovend middel. Ik kreeg gelijk op mijn donder. Ik ging op bed liggen, want ik kreeg echt een hele
denigrerende stem in mijn hoofd van je gaat nu liggen. En ik ging liggen en het voelde alsof er overal laagjes opengetrokken worden. En die lieten in mijzelf zien van je bent nu heel onzeker en dat is waarom je dat nu gedaan hebt. En toen kreeg ik allemaal plaatjes te zien van wat er die dagen was gebeurd, waardoor ik me onzeker voelde. Wat had geleid tot die stap om dat verdovende middel te gebruiken. En toen dacht ik, ja oké, dit had ik inderdaad niet hoeven doen. Dus je kreeg een soort van geweten. Ja, niet dat je die daarvoor niet had, maar... Ja, niet eens echt een geweten, want een geweten is vooral een moreel besef, denk ik. Maar dit was echt letterlijk weer plaatjes van dingen die ik niet had kunnen bedenken. Want ik was weer een beetje in een waas, dus ik ging dat gewoon doen. En dat was echt plaatjes achter elkaar van, je hebt dit nu meegemaakt, daarom heb je deze keuze nu gemaakt, doe het nou maar niet. Ja. Heel heftig. Want wat ik interessant vond aan wat je net zei, was ook dat je zei, ik probeer het in plaatjes te vertalen, maar dat is een gevoelsmatig iets wat gebeurde. Dus je voelde iets gebeuren en dat probeer je nu weer te vertalen. Maar je ziet, dat heb ik verkeerd gezegd. Ik heb ook wel letterlijk beeldig in mijn hoofd gezien hoor. Mm-hmm. Maar heel vaak probeer ik nu zoals een cadeautje geven. Het was niet alsof ik in mijn hoofd een cadeautje zag en dat aan God gaf. Maar het was meer een gevoel van dat gevoel dat transferde ik naar God. Ja. Het ging van jou over naar... En ik gaf het en het werd gepakt en er werd gezegd, oké, dit komt bij me terug. Ja. En wat is God dan nu? Oh ja, dat gevoel van liefde. En het zit... Voor mijn gevoel en alles, als ik echt helemaal in contact ben. En er zijn inmiddels wel weer wat lagen over mezelf heen gebouwd hoor. En met allemaal die protocolletjes, wat ik zei, wat negatieve gedragingen in stand houden. Ja. Dat komt wel weer een beetje terug natuurlijk. Je kan niet een pure eenhoorn blijven. Ja. Maar, Wat was je vraag? Je bent dus in God gaan geloven. Oh. Of je hebt een ervaring gehad van God. Ja. God is die liefde voor mij. En die zit ook in alles. En zodra ik echt tijd aan mezelf ga besteden via yoga en meditatie. En echt heel bewust word. Het ligt mm-hmm. vooral in bewustwording. Dan kan ik het ook zien. Dan... Wat bedoel je met het zit in alles, zeg maar, wat betekent dat? Alles in deze wereld draait, zoals Aldous Huxley zei, om die liefde. Het is een energie, om het cliché te zeggen, waaruit dat die de grond van al het bestaan is. En hoe is liefde de grond van al het bestaan? Ja, dat is heel moeilijk om uit te leggen. Bedoel je met het is moeilijk om uit te leggen in de zin van dat je het zelf niet helemaal snapt of dat je het niet kan vertalen naar... Beide. Want het is een gevoel. Kijk, we hebben de ratio en we hebben de gevoelswereld. En de ratio is een hele leuke rekenmachine die we hebben. Maar we kunnen de gevoelswereld nooit helemaal vertalen. Die is zo groot. En we kunnen die nooit in woorden of cijfers verklaren volledig. Mm-hmm. En daarom, ik probeer nu, zeg maar, met een rekenmachine uit de jaren 80 een hele epiphany in cijfers uit te drukken, zeg maar. Zo voelt het voor mij dus. En plus, ik zal het nooit volledig begrijpen, want ik ben maar een mens. Mm-hmm. En voor mijn gevoel is waar we het nu over hebben, dat overstijgt echt alle vormen van bewustzijn. Mm-hmm. Ja, dus het is heel moeilijk om dit te... Oké. Ja, prima. Het is jouw ervaring en als je het niet kan beschrijven, dan kun je niet beschrijven. Ja, ik ga mijn best doen. Ja, wat was je vraag ook alweer? Wat was mijn vraag ook alweer? Ik weet het niet. Maar ik wil eigenlijk wel meteen een stapje maken naar iets anders. Want wat je nu zegt is ook wel interessant. Je bent maar een mens, je kan niet alles snappen. Dat impliceert dat je dus moet geloven of vertrouwen moet hebben op de een of andere manier in iets.
groter dan jezelf. Ja, maar geloven en vertrouwen, dat is weer een ratio ding. Maar dit is gevoelsmatig. En dan gaat het om intuïtie. En intuïtie is niet per se geloven. Ja. Geloven doe je met je hersenen. Maar ik geloof dat als je echt bij... Maar je zegt ik geloof. Ja. Het is zo ongelooflijk lastig om het woorden te wekken. Mijn intuïtie zegt... zeg mij dat. Dat als je echt komt bij wat jij bent en wat goed voor jou is, dat dan iedereen wel dezelfde kant op gaat. En dat is liefde en compassie. Goed zijn voor elkaar, voor jezelf, voor de wereld om je heen. En ik denk dat daar God in zit. Want dat handelen, als je echt heel erg in jezelf gaat kijken en echt handelt vanuit complete compassie naar iemand, dat gaat zoveel dieper dan de liefde die wij kennen. Als wij het over liefde hebben, hebben we het over een romantisch koppel wat verliefd is op elkaar. Maar ik bedoel nu liefde in de zin dat je iets geeft wat, waar echt iets uit kan groeien. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dat jij complete grond kan leveren voor alles om je heen om in te bloeien. En dat is heel onvoorwaardelijk. Dus je probeert constant te zorgen dat alles om jou heen kan gedijen. Ja, en dat is God voor mij. Want dat is ook de wil van God. Klinkt zo... maar dan praat je over God als in jouw handelingen? Niet alleen handelingen, maar het denken, het bewustzijn in alles. Dus daar vloeien de handelingen uit. Ja, maar dan is God iets wat jij maakt. In die zin. Ja, ook. Wij maken God en wij worden door God gemaakt. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat we op dit spoor echt heel lang door kunnen gaan. En dat is ook niet erg. Dat moeten we zeker nog een keer gaan doen. Alleen ik zit op zo'n punt dat ik niet verder met je mee kan. Snap je wat ik bedoel? Snap ik. Of zoiets van, oké, ik begrijp enigszins waar je heen wilt. Maar ik heb letterlijk geen vragen. Maar ik kan niet meer vragen dan, ja, maar echt. Snap je? Want ik heb natuurlijk wel iets ervaring gehad met psychedelica, maar niet zoals jou. Dus ik heb wel enigszins kan ik begrijpen hoe je op deze plek komt en dit geloof hebt, maar ik kom er gewoon niet bij. Ja. Dat is ook niet erg, maakt niet uit. Want ik wilde eigenlijk een andere vraag stellen, de vraag van als je dat breder trekt, want dat is natuurlijk wel heel goed voor jou als persoonlijke ervaring. Maar wanneer je zegt, als iedereen op zijn tot zijn kern komt, tot datgene wat hij wil, dan willen we allemaal hetzelfde. Denk ik, hè? Denk je, inderdaad. Is ook de basis voor elke totalitaire, dogmatische, religieuze iets. Dus daar zit meteen ook een moeilijkheid of een conflict in zeggen, als we allemaal tot de kern gaan, dan willen we hetzelfde. Ja, klopt. Ja, ik vind het zelf ook hele gevaarlijke uitspraken. Want ik zit natuurlijk tussen twee werelden. Ik heb religiewetenschap gestudeerd. Dus ik weet hoe de dogma's werken. Ik weet hoe totalitaire staten in die zin werken. Maar ik heb ook deze ervaring gehad. En ik probeer het nu samen te voegen. In een gedachtegoed wat in ieder geval voor mij kan werken. En ik ben er nog niet helemaal hoor. Want ik zie ook in dat... Wanneer je gaat praten over iedereen, dat hartstikke gevaarlijk is. Want hoezo kan ik beslissen over iedereen? En toch, het ligt eraan in welk jasje ik aantrek. Trek ik mijn wetenschapsjasje aan? Zeg ik, nee, ik kan deze uitspraken nog niet maken. Maar trek ik de liefdesjas aan? Dan zeg ik, ja, wat is er slecht aan als je zo in contact bent met jezelf, dat jij alleen maar het beste wil voor alles om je heen. En dan, het mooie is dat dat beste niet betekent wat ik het beste vind, maar dat ik jouw beste zelf laat zijn in wat jij bent.
En niet wat ik beslis. Hoe ik jij bent. En daar zit het verschil in met totalitaire leiders. Want die beslissen voor jou wat goed is voor jou. Ja. Maar ik wil dat jij je beste zelf voert in wat jij goed vindt. Ja. Maar stel je dan voor dat ik ook ayahuasca ga doen. En dat een aantal keer ga doen. En dan tot de realisatie kom. Nee, die God waar jij in gelooft, dat heb je echt totaal verkeerd gezien. Ja. De wereld is juist alleen maar... atomen die tegen elkaar opbotsen en verder dan dat is het niks. Heb ik dan het verkeerd begrepen? In mijn ogen. Ja, maar snap je dan wat de moeilijkheid wat de moeilijkheid is. Of wat het conflict is met die vraag terwijl we antwoorden met ja. Yeah. Ik snap, het is natuurlijk heel lastig om te zeggen... Ik snap wat je bedoelt. Ja, ik zei al, ik heb een wetenschapsjasje en ik heb mijn liefde godjasje. En dat was vanuit dat jasje. Wat je zegt is, ik wil niet voor andere mensen bepalen wat de juiste ervaring is. Ja. Maar op het moment dat je zegt, als ik tot totaal andere conclusies kom met dezelfde stof die jij hebt gedaan, heb ik wel de verkeerde conclusie getrokken. Dus dan maak je wel een... Klopt, ja. Ja, ik zit zelf ook nog helemaal in het proces van uitcijferen hoe dit allemaal kan rijmen met elkaar natuurlijk. Ja. Maar wat wel duidelijk is, is dat het allerovergrote deel van de mensen die de psychedelische ervaring fatsoenlijk kan integreren en die er een positieve ervaring aan over heeft gehouden, die komen op dezelfde conclusies om en nabij. In ieder geval... beter omgaan met de aarde, beter omgaan met mezelf en beter omgaan met de mensen die ik ken en de dieren en noem maar op. Dus als jij daaruit concludeert dat de wereld een harde wereld is die vol zit met contingentie en instabiliteit, want dat zou de conclusie zijn als de wereld enkel bestaat uit atomen, dan zou je een keer sterven en dan zou er niks van jou overblijven. Dan heb jij een conclusie getrokken die niet overeenkomt met de algehele consensus van mensen die psychedelica hebben gedaan. En je hebt er geen positief beeld voor jezelf uitgehaald. Want ik kan me niet voorstellen dat als jij enkel atomen ziet die tegen elkaar opbotsen, dat dat positief is. Het is ook niet negatief. Nee. Het is wat het is. Klopt. Ja, maar het is, je kan er geen waarde aan ontlenen, denk ik, aan atomen die tegen elkaar aanbotsen. Plus, er is best wel wat wetenschappelijk bewijs over dingen met liefde benaderen, wat voor positieve effecten dat heeft. Ja, als ik zou zeggen, de wereld bestaat alleen maar atomen, ik wil niet zeggen dat ik zeg dat liefde niet bestaat, of dat liefde... geen belangrijk onderdeel van het geheel kan zijn. Ja, maar het enige wat ik dan zou zeggen is, het is niet meer dan het chemische component waar het bestaat. En dat ruimt niet met jouw ervaring. Dat snap ik. Nee, maar ik denk dat als je praat over de liefde die ik bedoel, dan kan dat niet bij elkaar, naast elkaar bestaan. Okay, dus de liefde waar je het over hebt, kan niet fysiek zijn of enkel fysiek zijn. Nee. Fysiek in de zin chemisch. Nee, die kan niet enkel... Ja, er is nog zoveel... Je kan niet zeggen, dit is chemisch, want je weet niet hoe ver chemie reikt. Er is nog zoveel onbekend in de wereld. Ja. Ik denk dat een van de fouten die we maken, is onderscheid maken tussen wat ik zelf ook doe, het wetenschappelijke en hetgene wat we nog niet kennen. Ik denk dat het veel meer, dat het fysieke en het immanente veel meer verweven zijn in elkaar. Het immanente? Niet fysiek, maar spiritueel, ja, of precies, geestelijk, whatever. Precies, ik denk dat het veel meer verweven is met elkaar dan we denken. Ik denk niet dat er een onderscheid is tussen dit is spiritueel en dit is de fysieke wereld. Bijvoorbeeld als jij geestelijk niet lekker in je vel zit, heeft dat zoveel effect op jouw lichaam. Mm-hmm. En ik denk dat het ook zo werkt met het fysieke en het immanente. Het is compleet met elkaar verweven. Zit je geestelijk niet lekker in je vel, dan is dat fysiek ook te merken. Maar wat nou als het geestelijke gewoon lichamelijk is? Ja, hoe bedoel je? Er is geen argument tegen jou, er is een argument
hoor wat je zegt. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Ik geloof dat alles één ding is. En hoe heeft dan die vraag, hoe heeft die ayahuasca voor jou, zeg maar, deze realisatie gebracht, dat alles één ding is? Dus je hebt het moment beschreven, maar ja. Mm-hmm. Ja, het is echt praten over zo'n groot gevoel in kleutertaal, zoals ik al zei. Ik kwam op dat punt dat ik bad, voelde ik me echt één met alles wat er ooit was gebeurd in de wereld, alles wat er nog gaat gebeuren en iedereen en alles wat er op de wereld was. En het heeft voor mij veel empathisch vermogen ook opgeleverd. Mm-hmm. Ik kwam, als iemand om mij heen pijn heeft, kan ik dat zo intens voelen sindsdien. Het is alsof het mijn eigen pijn is. En als ik plaatjes zie over kindjes in Afrika, dan voel ik het ook alsof ik het ben. Mm-hmm. En ik heb dat altijd wel een beetje gehad, maar sinds die ayahuasca is het echt compleet over all over the place. Overweldigend geworden, ja. En even terugkomen naar die moeder ayahuasca, want mm-hmm. dat wordt ook echt verbeeld als een vrouw, ja, en een persoonlijkheid wat in die plant zit, ja, toch? Mm-hmm. Kun je daar iets over zeggen? Want de reden waarom ik het vraag is, omdat ik was bij een lezing ook over ayahuasca. Mm-hmm. En daar, wat daar werd verteld was, wat diegene zei was, ik heb hem trouwens ook eigenlijk als eerste gevraagd om de ayahuasca podcast te doen, maar die wilde ook liever niet bekend staan, nee, als de ayahuasca persoon. Gelukkig wilde jij in ieder geval wel geblurred, onherkenbaar. Hij gaf drie versies van beschrijvingen van hoe ayahuasca kan werken. De ene is dat mensen zeggen, nou, het is niet meer dan een illusie. Je komt ergens doorheen en je denkt dat je een ervaring hebt gehad. Maar verder is het niet echt iets. Nou, hij zegt, nou, dat kan niet echt waar zijn, want het is daadwerkelijk, zijn er veel mensen die daar profijt van hebben. Hè? Ja. Nou, allee. Zijn tweede versie was, nou, het kan ook niet gaan om alleen maar Jungiaanse archetypen. Mm. Het is niet alleen maar iets van binnen jou. Mm. Omdat, en ik weet niet echt precies wat een argument was, eerlijk gezegd, want ik was een beetje dumbstruck. Maar wat hij volgens mij eigenlijk zei was, het is te intens om alleen maar te maken met Jungiaanse archetypes. Mm-hmm. Het is te intens en er gebeurt te veel, mm-hmm, om alleen maar iets te zijn wat binnenin jou gebeurt. Ja. Er moet iets van buiten komen. Dit zei hij niet letterlijk, maar dat wil ik het interpreteren, zijnde de mama Aya. Is het een god? Of is het een entiteit? Of is het een, hoe wordt daar tegenaan gekeken? Hoe ik er tegenaan kijk? Of waar het in het algemeen, hoe het in het algemeen wordt beschouwd? Jij ook, maar ook in het algemeen ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, het is voor mij echt een, ik heb het gevoel dat ze nog steeds bij me is. Elke dag. Sinds die ayahuasca trip. En het is mijn intuïtie geworden. Ik denk dat ik het zo moet beschrijven. Het is echt een leidraad geworden in keuzes. Elke keuze die ik maak, die wordt gedreven door wat ze moeder ayahuasca noemen, denk ik. En zo wordt het ook beschouwd. Ik denk dat, ja, ik weet niet of heel veel mensen hebben hoe ik het ervaar, hoor. Want voor mij is het echt een constante leraar die me bij de hand pakt en die me overwegingen laat maken in mijn handelen. Maar ze wordt over het algemeen beschreven als een liefdevolle leidster ook. En ik denk ook heel vaak in de context van moeder aarde. Mm-hmm. En dat vind ik ook wel een mooie brug naar waarom ik denk dat psychedelica een heel positief effect op onze toekomst kunnen hebben. Het geeft jou zo'n connectie met de natuur. En niet per se alleen maar de natuur als een boom, maar de natuur wie jij bent. De dingen zoals ze zijn. In die zin in de natuur. Wat natuurlijk ook te maken heeft met bossen, zeeën en waarop. Mm-hmm. Dat je daar
veel groter bewustzijn voor creëert en daar veel beter mee wil omgaan ook. Je ziet echt enorme cijfers die ik helaas ook niet heb genoteerd in de behoefte om beter om te gaan met de natuur van jezelf, maar ook de natuur buiten. En ik denk dat ons dat heel veel kan opleveren in de toekomst. En daar ligt dan ook weer die link naar de moeder. Ik zelf heb het idee dat dit soort planten gecreëerd zijn als de redding van de aarde. Dat klinkt heel extreem, maar zij leveren het contact met de aarde. En door wie zijn ze gecreëerd? De aarde zelf, denk ik. Ja, het is steeds meer mensen die maken de stap om psychedelica te gebruiken. Net op het cruciale punt waarin we nu zitten met klimaatverandering en onze negatieve houding naar de natuur. Want wij zijn al jaren bezig met het plunderen van de natuur voor de dingen die ze ons kunnen geven. We werken niet samen, we nemen. Uh-huh. En we geven eigenlijk helemaal niks terug. En als dat gezonder is, zou je dan zeggen, de ayahuasca plant is gezonder door de aarde om ons... Ja, ja? kan ik hem zo zetten? Ja, en nogmaals, ik doe hier geen wetenschappelijke uitspraken over, maar... dat is wat je voelt, dat is wat je ervaart. Ik geloof dat zij een soort van telefoon zijn met de natuur, of een communicatiemiddel, ja. Waardoor wij meer in contact staan met onszelf en met de natuur om ons heen. Oké, en zo, dat is natuurlijk het interessante in dit geval dan, want je hebt natuurlijk eentje gedaan en dat was zo heftig dat je eigenlijk alleen maar met jezelf bezig was. Tenminste met je eigen problematiek, als ik het zo hoor. Maar zou dat betekenen dat als je het een volgende keer kan doen, eigenlijk veel opener kan staan voor de natuur? Of whatever, dus eigenlijk... Ik had dat nu ook wel al hoor. Want juist het besef dat ik niet alleen mezelf ben. Ik ben het kind van mijn omgeving en het kind van de hele geschiedenis. Die tot nu toe is geweest. Dat is allemaal een onderdeel van mij. En ik maak daar ook onderdeel van uit. Mm-hmm. Dus het is niet alleen maar om mij gegaan. Toen bijvoorbeeld dingen die met vrouwenrollen te maken hadden ter sprake kwamen. Dat is natuurlijk, dan kom je weer bij die archetype. De meeste vrouwen die hebben geleefd of leven, hebben moeilijkheden gehad met de rol van een vrouw. Wat betekent het om vrouw te zijn? Daarin ging het niet zozeer alleen om mij, maar ging het ook om de verwerking van het leed van de hele wereld. Klinkt heel zwaar. Mm-hmm. Ik denk dat ik dat toen al toe heb gelaten, want het wordt allemaal vertaald natuurlijk in jouw narratief. Mm-hmm. En ik denk wel dat een volgende keer ervoor zou kunnen zorgen dat ik nog veel dieper duik in het holistische aspect. Ja. Ja, dat zal wel interessant zijn om te zien wat er dan gebeurt. Ja. Ja, dan nog een keertje. Ja, wellicht, waarom niet? Ja. Want voordat we eigenlijk naar het laatste stuk gaan, of ja, ik weet niet of het laatste stuk is, maar het laatste wat ik voorbereid heb in mijn hoofd. Mm-hmm. Vertel het verhaal, want je hebt nu sinds kort een baby, mm-hmm. Een heel lief meisje. Vertel eens verhaal hoe je erachter kwam. Ja. Want dat is wel echt een, dat is wel een leuke als we het hebben over... Mama Aya of een bepaalde bewustzijn of whatever. Ja. Ja, het begon nog verder terug dan dat je denkt dat het begint eigenlijk. Want zoals ik net zei, waren vrouwenrollen een heel groot deel van mijn trip en ook van mijn schaamte. Er zit zoveel schaamte rondom vrouwelijke seksualiteit. En dat heeft natuurlijk ook te maken met moederschap. En dan ook weer een link met mijn moederschap van mij. Dat zat allemaal in een soort misselijk schuldgevoel. Want mijn vader, die had er niet bepaald voor gekozen om mij te krijgen natuurlijk. En in een katholiek gezin is dat voor een vrouw best wel een negatief iets om zomaar zwanger te worden van iemand. Dus mijn hele geboorte is al ontwikkeld in schaamte. Mm-hmm. En dat heb ik heel lang met me meegedragen. En, ik ben de vraag kwijt.
op het moment dat je het realiseerde, of dat je erachter kwam dat je een baby ging krijgen. Ah, ja, daar ga ik naartoe werken, inderdaad. Dat verhaal, ja. Ja. En daar kwam al in dat ik mezelf nooit heb gezien als moeder, want het hele moederschap was voor mij een schaamtevol iets, want dan moest je zwanger worden, en dan was je kwetsbaar, en dan parasiteerde iets van je, zo zag ik het echt. En dat was omdat ik mijzelf zag als een parasiet van mijn moeder. Want ik was degene die mijn moeders leven had afgepakt, voor mijn gevoel. Ik moest per se komen en daardoor heeft ze alles moeten opofferen. En dat hele perspectief veranderde door die ayahuasca trip. Ik zag mezelf ineens als gewoon een baby die er kwam. En die niet per se daarvoor heeft gekozen, maar die was er gewoon. En in mijn hoofd heb ik altijd, ik moest per se leven en daardoor moest ik alles kapot maken van mijn moeder. En heel onbewust leefde ik ook zo. Nou goed, dat was opgelost. En toen had mama een cadeautje voor me. Want in principe alle skills voor het moederschap heb ik de danken aan de basis die is gelegd in die ayahuasca trip. Ik had nooit kunnen denken dat ik een goede moeder had kunnen zijn, voordat dat ik dat had gedaan, voordat dat ik deze problemen had opgelost. Het was echt niet mogelijk geweest. Ik was een compleet egoïstisch slachtofferrolletje geworden van een moeder. En nou, dat was opgelost. Dus toen heb ik inderdaad seks gehad. Waar een kind uitkwam. Eeuw. Vies hè, baba. Nee, nou, het grappige was, mijn vriend en ik waren niet echt in een goede verstandshouding op dat moment. En ik wou heel graag dat hij ook ayahuasca ging doen. Want het had voor mij zoveel in een korte tijd opgeleverd. Ik dacht, als hij dat nou gaat doen, dan zijn al onze problemen opgelost. Nou, hij wou geen ayahuasca doen. Maar ik had hem wel zover gekregen om een rookbare variant van de ayahuasca te doen. Mm-hmm. Dat heet Changa. Het is ook een mauwremmer met DMT daar aan toegevoegd. Kan je roken? Ik zou niemand aanraden, als je met DMT wil werken, zou ik altijd met een professioneel persoon erbij doen. Het heeft zoveel meerwaarde. Maar goed, destijds vond ik mezelf belangrijk genoeg om die leidinggevende rol aan te nemen. Mm-hmm. En in die trip zag hij een geisha die een baby vasthield. En overal waar die baby werd neergelegd, daar groeiden lotusbloemen uit. En lotus is het symbool van, het wordt tenminste bij Aziatische religies voorgesteld als het symbool van de bloem die groeit uit hele vieze grond, zeg maar. Er groeit iets heel moois uit het drap. Ja. En die lotusbloemen, die vormden zich overal. En eigenlijk was zijn hele trip gewoon een geisha die overal het babytje neerlegde en er kwamen bloemen. In de microfoon praten. Oh, ja, sorry. En hij kwam daaruit en ik was toen 2 dagen over tijd, ben ik wel eens vaker geweest. Ik dacht, maakte me niet zoveel zorgen erom. En hij zei van, misschien is het beter als je een test gaat doen. En ik dacht, oeh, het zal wel. Zo intens geloofde ik er toen niet eens zelf. En ik was nog heel erg bezig met wat die ayahuasca trip voor mijn eigen therapeutische proces betekende. En die spiritualiteit die ontwikkelde zich later eigenlijk pas. Maar goed, volgende dag deed ik een zwangerschapstest en boem, ik was zwanger. Ja. En jullie gebruikten anticonceptie, ja. Ga ik vanuit. Ja. Zo, dat is echt gestoord. Ja. Dat is echt gestoord. Ja. Ja, dus sindsdien was ook de spirituele kant natuurlijk voor mij natuurlijk ontploft. Ja, dat was echt. En alles is ook echt gegaan zoals ik dacht dat het zou gaan sindsdien, want ik heb er zoveel van geleerd. Mijn zwangerschap en het moet kind nog wel leren als je in de microfoon moet praten. Ja, oké, okay, dat zal ik nog een keertje ayahuasca voor nemen. Je mag de microfoon misschien iets meer naar die kant doen, want dan hoef je niet, want leun je er tegenaan. Yes, ja. Oké. Okay. Ja, de zwangerschap en het kind tot nu toe opvoeden is voor mij echt een van de meest spirituele ervaringen geweest.
die ik ooit heb gehad. En het is voor mij ook een extensie van die ayahuasca. Want het gebeurde vlak daarna. Ik zit nog steeds helemaal in het proces van het integreren van die trip. En dit doet er allemaal bij. Het heeft zoveel te vertellen over mijn eigen waarden. En wat wil ik met de wereld? Wat kan ik nageven? Wat is mijn nalatenschap? Ik ben nu de zaadjes aan het zaaien die later geoogst gaan worden. En het is voor mij gewoon één groot geheel. En ja, het was echt heel wazig dat in een DMT-trip naar buiten kwam. Wow. Ja. Oké. Okay. Ja, dat lijkt me nog wel een leuk om erin te gooien. Ja, het is wel een ultiem godsbewijs natuurlijk. Tenminste voor mij wel, want waarom zou ik na 30 jaar, nee trouwens ik heb niet 30 jaar seksuele activiteit, maar toch wel een aantal jaren. Ja. En dan ineens nadat de problematiek rondom zwangerschap en dergelijke opgelost is, Ik zal dat je ervaring nog dieper maakt die je al hebt natuurlijk, ja. Maar het is geen ultiem godsbewijs. Voor mij, in ieder geval. Ja, sure. Nogmaals, ja. Geen wetenschappelijke. Oké. Het is voor mij in ieder geval de doorslaggevende. Dat er iets meer achter zit dan alleen maar een plant die je laat trippen. Ja, zeker. Dat er veel meer achter zit dan alleen maar een plant. Ja. Jullie zijn ook iets van plan volgende week? Jullie de mensen die... Ja. In de kerk van Mama Aya toegeven zijn. Ja, er zijn zoveel mensen met dezelfde ervaring als ik. En er hangt gewoon een heel groot stigma op deze planten. Want we hebben door de jaren heen een concept gecreëerd. Nou, het is niet per se deze planten. Het is een stigma op eigenlijk alles wat je in een andere bewustzijnsvorm brengt. Ja, maar daarom heb ik ook deze planten... Ja. Want de meeste psychedelica zijn gewoon planten. Ja, dat is waar, ja. Maar er hangt een stigma op alle... Terwijl het is compleet ongegrond. Want de hele opkomst van de psychedelica had echt geweldige resultaten in de jaren 60. Maar het probleem was, het werd toen opengemaakt voor de massa. En dat creëerde heel veel angst bij... mensen die er niks van wisten, want mensen gingen zich ineens anders gedragen. Dat is eng, natuurlijk. En het is natuurlijk ook niet verantwoord om iedereen dit te laten doen zonder begeleiding. Want als je niet lekker in je vel zit, is het enorm risicovol, wil ik niet zeggen, want dat kan je ook helen. Maar het kan zijn dat je niet op een goede plek komt en dan moet je daarmee kunnen dealen. En dat kan je dan beter doen. Dat is risicovol toch? Er hangen risico's aan. Ja, er hangen risico's aan vast. En daar moeten we mee leren omgaan. Maar dat betekent niet dat deze middelen in die illegaliteit moeten blijven. Mm. Het is juist een heel goed middel om therapie te transformeren naar iets wat daadwerkelijk vruchten afwerkt. In plaats van die symptoombestrijding waar ik het over had. En het is niet te vergelijken met middelen zoals cocaïne en heroïne, waar het wel mee wordt vergeleken. Want bij mensen, onwetende mensen kunnen het onderscheid niet maken tussen middelen die je van het bewustzijn afhalen en middelen die je naar bewustzijn toebrengen. Dan hebben we heel veel middelen om je van bewustzijn af te halen, waaronder alcohol, nicotine, cocaïne, heroïne, GHB, noem maar op. En die halen je van het bewustzijn af. Die maken je minder bewust. Je ziet minder wat er om je heen gebeurt. Je krijgt minder van jezelf mee. En helaas zijn dat de middelen die wij graag gebruiken in deze samenleving. Want we werken heel veel. We hebben best wel wat stress. Dus in het weekend willen we lekker ontladen. Willen we een biertje drinken. Willen we ons iets beter voelen dan we ons hebben gevoeld. Dat doen psychedelica niet. De psychedelica die geven je een schok onder je reet. En dat is nog harder werken dan dat je de hele week al hebt gedaan. Ja, en daarom is het jammer dat mensen het onderscheid niet kunnen maken. Want het zou er juist voor kunnen zorgen dat we iets kunnen creëren wat veel ontspannender en liefdevoller is dan de stresswereld waardoor we illegale harddrugs, om het maar even zo te noemen, moeten gebruiken. En daarom hebben jullie volgende week iets gepland? Ja, ja, ja. Klopt. Ja, daar gingen we naartoe. Ja,
Het is eigenlijk nog geheim voor outsiders, maar we zijn met de community. Oh ja, als je niet mag zeggen, dan mag je niet zeggen. Ik doe het toch. Oké. Thank you, Plant Medicine. Is een community van mensen. Thank you, Plant Medicine. Ja. Oké. Okay. Is een community die psychedelica wil normaliseren in een constructieve manier. Dus we zijn er niet voor dat iedereen zomaar aan de psychedelica moet kunnen komen, maar dat er goede begeleiding, goede informatie en meer onderzoek vooral willen. Mm-hmm. Dus op 20 februari, over een paar dagen, gaan we met z'n allen een coming-out verhaal op social media delen. Ja. Heel spannend, we zijn echt met heel veel. En wat is heel veel? Ik ben het vergeten. Ik denk dat we, ja, we zitten sowieso in de miljoenen, maar hoeveel miljoen? En dit is over de wereld? Ja, het is een wereldwijde community, ja. En inmiddels, ik spreek wel over we, ik zit totaal niet in de, ik ben totaal geen leidinggevend figuur hierin of zo. Ik kijk een beetje mee en ik reageer op posts, maar ik voel me wel heel erg verbonden met. Ah, dat is een we toch? Ja, dan is het een we inderdaad. En er wordt ook heel veel samengewerkt met onderzoeksinstituten en zo. En het wordt steeds groter en groter. En ja, het is echt heel spannend. En wat gaat die coming out inhouden? We vertellen allemaal ons verhaal. Dus we gaan allemaal heel kwetsbaar zijn. Zo kwetsbaar als dat kan. Dus we vertellen alle lelijke dingen. Mm-hmm. En we vertellen ook alle mooie dingen in hoe psychedelica ons gevormd hebben. Wat onze pijnpunten waren, hoe we daarin zijn gegroeid. Mm-hmm. Wat wij daarin kunnen betekenen voor anderen. Want het is natuurlijk wel fijn voor onszelf dat wij ons beter voelen. Maar wij kunnen ook echt wat betekenen voor andere mensen. In de zin dat als jij je beter voelt over jezelf, kan jij zoveel meer liefde geven aan iemand anders. Mm-hmm. En dat willen we aantonen met deze coming out. En dus het is. Ben je dan niet bang dat heel veel mensen dan gaan denken, oh, ja, dit wil ik ook gaan proberen, en dat dan niet? Maar wetenschap als jasje zegt ja, maar ik heb zoveel vertrouwen in de spirituele aspecten van psychedelica, dat ik geloof dat het is wat jij ervan maakt. Ook als jij hebt besloten om de boodschap te interpreteren in een egocentrische manier, dan is dat ook jouw verantwoordelijkheid. Ja, en ik geloof ook dat ziektes psychologisch ook jouw eigen verantwoordelijkheid zijn. Dat is misschien een heel heftige uitspraak en niet wetenschappelijk onderbouwd verder, maar dat is wel hoe ik het geloof. Jij kiest ervoor wat je met de informatie die bij jou binnenkomt gebeurt. Mm. Hang jij heel erg vast in een ziektepatroon? Zal het jou misschien ziek maken? Zal jij een psychose kunnen krijgen? Maar het is altijd jouw verantwoordelijkheid. Jij krijgt informatie. Jij doet alleen wat je wil. Wat is dan de verantwoordelijkheid van een kind dat geboren wordt met syndroom van Down bijvoorbeeld? Ik had het over volwassen mensen die psychedelica doen en dan geestesziek worden. Oh. Ik dacht dat je. Zo ver wou ik niet te gaan. Ja. Nee, ik persoonlijk geloof wel in een soort karmisch stelsel waarin je ziektepatronen via genen overneemt van je ouders. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook Down en zo. Ik geloof wel dat dat opgelost kan worden door heel veel werk. Dat soort dingen. Niet dat je iemand met Down kan genezen door ayahuasca te doen, absoluut niet. Maar ik geloof wel dat als je als familie heel veel naar binnen gaat keren en gaat kijken waar ziektepatronen vandaan komen, misschien niet Down, maar dat je wel heel veel andere dingen kan helen, zoals geestelijke ziektes. En ik durf er verder geen universele uitspraak over te maken, doen. Nee. Maar ik geloof wel dat wanneer het op psychedelica aankomt, jij krijgt informatie en het ligt aan jou wat jij met die informatie doet, besluit jij dat jij de informatie niet aan kan en ga jij daar verhalen omheen maken waardoor je in een psychose terechtkomt, geloof ik dat dat jouw ding is. Mm-hmm. Het is jouw verantwoordelijkheid om iemand te zoeken
die jou goed kan begeleiden. En ben je daar niet toe in staat, moet je het absoluut niet gaan doen. Oké. Okay. En dus we gaan over een week, gaan we over een paar dagen al zelfs een aantal miljoenen social media posts zien van mensen die verhalen. Ja, het ligt dan natuurlijk ook aan wie je kent. Ik denk niet dat mijn oma mensen gaat tegenkomen. Weet je, is je oma op Facebook dan? Nee, dat ook niet, dus ik ga toch niemand tegenkomen. Nee, maar het ligt er maar net in wat voor kringen je zit. Maar er gaan wel heel veel verhalen komen. Ja. Ah. Ja, wil je nog iets de wereld in gooien? Zo. Dan ga ik even over nadenken. Ik zou wel willen dat de informatie die ik nu heb gegeven in een constructieve manier wordt gebruikt. Dat mensen dit niet gaan gebruiken als basis om zomaar met middelen aan de slag te gaan. Maar dat het mensen inspireert om dieper in zichzelf te kijken. En te kijken naar andere waarheden dan die ze altijd gevoerd zijn. Zoals dat psychedelica slecht per definitie zijn. Ja, en heel veel liefde. Heid, goede afsluiting. Dankjewel voor je open verhaal. Mag ik nog... Tuurlijk. Je mag nog iets pluggen als je wilt, tuurlijk. Bij deze... Mocht er meer informatie nodig zijn, Jules Evans, een filosoof. Ja, ik zal hem wel linken in de beschrijving. Ja, hij geeft zo'n fijne, The Art of Losing Control, A Philosopher's Search for Ecstatic Experience. Ja, niet alleen over psychedelica, maar over hij denkt... Bij heel veel dingen gewoon heel erg out of the box. Zo ook bij psychedelica. Hij heeft heel veel ervaring in alles. En hij geeft hele neutrale informatie. Dat is zo fijn. Neutraal. Cool.